In de jaren na de Tweede Wereldoorlog veranderde de positie van de zwarte bevolking in de Verenigde Staten. In 1965 werd er zelfs per wet een einde gemaakt aan de ongelijkheid. In deze video gaan we eens kijken hoe dat zo is gekomen. Nou, er hebben een aantal zaken mee te maken die we ook eigenlijk al eerder hebben gezien. De enorme welvaartsstijging in de jaren 50. Die zorgde er ook voor dat de zwarte bevolking het beter kreeg en zo ontstond er onder andere ook een zwarte middenklasse. En daarnaast groeide de acceptatie onder de blanke bevolking van die gemengde samenleving. Men was het steeds normaler gaan vinden. En Truman, die aan het begin van de jaren 50 president is, die ziet het dan ook als zijn taak om de burgerrechten op de politieke agenda te zetten. Hij is eigenlijk de eerste die dat doet. Hij zegt dat de federale regering de zwarte bevolking moet beschermen en een wens voor gelijke rechten moet steunen. Dit maakt allemaal onderdeel uit van het Fair Deal programma dat we al eerder van hem hebben gezien. En hij weet twee belangrijke zaken voor elkaar te krijgen. Ten eerste zorgt hij ervoor dat er een verbod op discriminatie bij de federale overheid komt. Dat weet hij door het congres heen te krijgen. En daarnaast zorgt hij ook dat er een einde komt aan de segregatie in het Amerikaanse leger. Het lijkt misschien niet veel, maar het is een begin. En het is een belangrijke stap voor die strijd om die betere burgerrechten van die zwarte bevolking. En die burgerrechtenbeweging zien we in de jaren 50 dan ook groeien. Er zijn een aantal organisaties die we al kennen, zoals die NAACP die al in 1909 was opgericht. Die blijft heel belangrijk. Daarnaast ontstaat de Southern Christian Leadership Conference uit 1957. Dat is een hele lange naam, die hoef je ook niet te onthouden, maar de oprichter van deze beweging wel. Dat is namelijk Dr. Martin Luther King Jr. En hij zal een belangrijke rol spelen binnen die hele burgerrechtenbeweging. We zullen zijn naam nog vaker gaan tegenkomen in deze video. Een andere organisatie die een grote rol speelt is de Nation of Islam. Die is al in 1931 opgericht, maar die zal uiteindelijk in de jaren 60 echt belangrijk worden met de leider die ze op dat moment hebben, Malcolm X. En een laatste beweging die zeker vanaf de tweede helft van de jaren 60 belangrijk wordt, is de zogenaamde Black Panther beweging. Dit zijn allemaal losse organisaties, er zijn er nog veel meer, die ongeveer hetzelfde doel nastreven, namelijk gelijkberechtiging voor die zwarte bevolking. Maar dat doen ze allemaal op verschillende manieren. Het zijn nog geen politieke partijen of zo. Nee, het is één grote sociale beweging, die ook wel de Civil Rights Movement genoemd wordt. Dat is eigenlijk gewoon Engels voor die burgerrechtenbeweging. En de natuurlijke leider van die Civil Rights Movement, dat werd dus Martin Luther King. Hij werd dé personificatie van die strijd voor gelijkberechtiging van de zwarte bevolking. En die gelijkberechtiging die kon op twee manieren plaatsvinden. De meeste organisaties kozen voor geweldloos verzet. En dan moet je denken aan protestmarsen zoals we die al eerder gezien hebben, aan allerlei boycotten of aan sit-ins. En bij sit-ins bleven demonstranten net zo lang in de weg zitten tot ze werden weggesleept of hun zin kregen. Ze gingen dan bijvoorbeeld bij restaurants of cafés of hotels of bibliotheken zitten waar het voor zwarten verboden was om te zitten. Nee, aan de andere kant zien we ook, maar zullen we later ook nog zien, dat een gedeelte van die Civil Rights Movement, die Nation of Islam, maar vooral die Black Panthers, dat die ook voor gewelddadig verzet zijn. Oké, die Civil Rights Movement die groeit dus en die zal ook succes gaan boeken in de jaren 50 en de jaren 60. Die successen beginnen met de NAACP, die beweging die vaker al door middel van rechtszaken probeerde om de positie van de zwarte bevolking te verbeteren. En dat zouden ze in 1951 ook weer gaan doen. In de staat Kansas, in de plaats Topeka, zijn er een aantal zwarte scholieren die niet worden toegelaten tot een blanke school. Nou, namens de ouders spant die NAACP een rechtszaak aan bij een lagere rechtbank, een lokale rechtbank. Maar daar krijgen die ouders hun zin niet. Die zwarte kinderen mogen niet naar een blanke school. En dan besluit de NAACP om het hoger op te spelen tot aan het Hoge Rechtshof. En in 1954 vindt daar die zaak plaats. Brown versus the Board of Education of Topeka. En het Hoge Rechtshof geeft de NAACP gelijk. De segregatie in het onderwijs is in strijd met de grondwet, zegt het Hoge Rechtshof. En dat is een overwinning voor de Civil Rights Movement. Voortaan mag er geen scheiding meer zijn tussen blanke en zwarte scholen. Nou, dat vormt een inspiratiebron voor de Little Rock Nine. Little Rock is een plaats in Arkansas, ook zo'n zuidelijke staat waar heel veel van die Jim Crow-wetten zijn. En er zijn 9 scholieren die in 1957 graag naar zo'n blanke high school willen. Maar goed, dat zorgt voor allerlei spanningen. Dat zorgt voor heel veel blank protest daar in Little Rock. En de gouverneur van de staat Arkansas die weigert om de zwarte scholieren te beschermen door middel van het inzetten van de politie of die National Guard, dat deelstaatleger.
En dan besluit president Eisenhower in te grijpen. Hij is bang dat het helemaal uit de hand kan lopen daar in Little Rock. En daarom besluit hij om die National Guard, die dus eigenlijk bij de deelstaat hoort, om die onder zijn eigen gezag te plaatsen, onder federaal gezag dus. En onder bescherming van die National Guard kunnen die scholieren dan toch naar hun high school toe. Deze zaak kreeg heel veel aandacht en het was natuurlijk vooral een symbolisch heel belangrijke stap, want in de praktijk zag je eigenlijk dat op veel scholen in de zuidelijke staten er toch nog segregatie bleef bestaan. Van de ongeveer 2 miljoen zwarte schoolkinderen in 1960 in het zuiden gingen er maar zo'n 2600 naar een gemengde school toe. Dat geeft dus wel aan dat het op papier misschien wel goed geregeld was door die uitspraak van het Hoge Rechtshof, maar in de praktijk viel het dus vies tegen. Maar goed, dit waren allemaal zaken waar de zwarte bevolking hoop uitputte en inspiratie uithaalde. Een andere zaak die een heel groot voorbeeld was voor veel zwarten, was de Montgomery Bus Boycott. Hier op de foto zien we rechts vooraan Rosa Parks zitten, een zwarte vrouw die iedere dag met de bus naar haar werk ging. En in die bussen in haar staat Alabama, ook zo'n zuidelijke staat, daar was ook segregatie, daar waren aparte zitplaatsen voor zwart en voor blank. En toen op een gegeven moment tijdens een busrit de blanke plaatsen vol waren, vroeg de chauffeur of Rosa Parks op wilde staan, zodat een blanke passagier daar plaats kon nemen. Rosa Parks weigert dat, ze weigert haar zitplaats af te staan aan een blanke en ze wordt daarop gearresteerd. Nou, Martin Luther King, die we al eerder gezien hebben, die ook in Montgomery woont, die besluit daarop een protest te organiseren en vooral een busboycott af te kondigen. Een jaar lang maken zwarten in Montgomery geen gebruik meer van het openbaar vervoer. En uiteindelijk leidt dat ertoe dat het Hoge Rechtshof bepaalt dat de segregatie in het openbaar vervoer ook in strijd is met de grondwet. Martin Luther King haalt hier dus een heel belangrijk succes. En dat is het moment waarop hij die SLCC opricht en dus de natuurlijke leider van die Civil Rights Movement wordt. Maar goed, wat vindt die blanke bevolking in die zuidelijke staten ervan? Nou, die reacties die zijn heel verschillend, die kunnen echt van plaats tot plaats verschillen, maar vaak zijn de reacties toch gewelddadig. Zo treedt de politie hardhandig op tegen zwarte demonstranten. Ook blanke burgers kunnen zich gewelddadig tegen zwarte demonstranten keren. Hier zien we bijvoorbeeld een blanke man die een zwarte vrouw slaat met een honkbalknuppel. En ook die racistische beweging, de Ku Klux Klan, die leeft weer helemaal op in het zuiden. Zo worden huizen van NAACP-leden bijvoorbeeld in brand gestoken en een aantal NAACP-leden wordt bijvoorbeeld vermoord door die Ku Klux Klan. Maar goed, we zijn nu ondertussen in een tijd waarin de massamedia op begint te komen. Radio en natuurlijk vooral televisie. En de beelden van het blanke verzet in die zuidelijke staten gaan dan ook de hele wereld over. En dat zorgt ervoor dat men in het binnenland, maar ook in het buitenland, steeds meer sympathie krijgt voor die Civil Rights Movement. En die Civil Rights Movement gaat dan ook ondanks alle blanke tegenwerking door met haar strijd. Nou, en Kennedy, die zal bijdragen aan die strijd. In 1963 dient hij de Civil Rights Bill, wat later de Civil Rights Act zal worden, in bij het congres. Die Civil Rights Act is een onderdeel van zijn New Frontier programma, wat we al eerder gezien hebben. In eerste instantie durft Kennedy die wet niet in te dienen bij het congres, want zoals we ook al eerder gezien hebben, dat congres was vooral republikeins. En hij had verwacht dat dit op zoveel tegenstand zou stuiten, dat hij er dan andere wetten ook niet meer door zou krijgen. En om te zorgen dat het congres die wet toch aan gaat nemen, wil de Civil Rights Movement de druk opvoeren door een mars naar Washington te organiseren. En in augustus 1963 komen dan ook meer dan 250.000 blanke en zwarte Amerikanen naar Washington om het congres op te roepen die Civil Rights Act te tekenen, er door te laten gaan. En tijdens die bijeenkomst in Washington houdt Martin Luther King zijn beroemde I Have a Dream speech. Terwijl hij telkens de zin I have a dream herhaalde, vertelde hij over zijn droom van een Amerika waarin blank en zwart vreedzaam als gelijken samen zouden leven. Het is een heel inspirerende toespraak en ik raad je zeker aan om hem op YouTube eens op te zoeken. Daar is hij helemaal te vinden namelijk. Maar goed, de vraag is natuurlijk, helpt dit allemaal? Nou ja, in eerste instantie niet, want zoals we weten wordt Kennedy eind 1963 vermoord. En hij wordt opgevolgd door Lyndon B. Johnson, ook een democratische president. En die Johnson, die was bezig met zijn programma van de Great Society. Hebben we ook al eerder gezien. En hij gaat dus eigenlijk verder waar Kennedy gebleven is. En mede door de schok die Kennedy's dood veroorzaakte, krijgt hij zijn zaken er wel doorheen. Hij weet een aantal belangrijke zaken per wet geregeld te krijgen. Zo wordt die Civil Rights Act uiteindelijk in 1964 door het congres aangenomen. Nou, wat staat er dan precies in? Een verbod op discriminatie in openbare gelegenheden. Dat was het voornaamste onderdeel van die Civil Rights Act.
en ook op de werkvloer mocht er geen discriminatie meer zijn. Bij het aannemen of ontslaan van werknemers mocht er geen onderscheid meer gemaakt worden op grond van ras, kleur, seks, godsdienst of land van herkomst. Een jaar later weet Johnson de Voting Rights Act aan te nemen. We hebben helemaal aan het begin van ons onderwerp al gezien dat in dat 15e amendement de zwarten ook stemrecht hadden gekregen. Maar we hadden ook gezien dat die Jim Crow-wetten in de zuidelijke staten ervoor hadden gezorgd dat in de praktijk zwarten nauwelijks konden stemmen. Nou, die Voting Rights Act probeerde daar een einde aan te maken. Want de federale overheid mocht ingrijpen in staten waar minder dan de helft van de zwarten mocht stemmen, vanwege die Jim Crow-wetten. En met de invoering van deze twee wetten komt er eindelijk een officieel einde aan de segregatie en de Jim Crow-wetten die de zwarte bevolking al zo lang had benadeeld in de Verenigde Staten. Maar goed, je gelijk halen op papier is één ding, hoe gaat dat in de praktijk? Nou ja, en daar zien we dat de praktijk, ja, daar blijft de ongelijkheid toch bestaan. Mede doordat dat plan van Johnson, die Great Society, faalt. Daar hebben we het in een vorige video ook al over gehad. Dat zorgt ervoor dat in de zomer van 1965 in de wijk Watts in Los Angeles hele grote rellen uitbreken tussen de voornamelijk zwarte bevolking en de politie en de National Guard. Daar zie je hier een foto van. En ook in de zomers daarna vinden er in verschillende Amerikaanse steden grote rassenrellen plaats. Die zwarte bevolking die baalt van de armoede en die baalt van het feit dat ze in de praktijk nog steeds ongelijk zijn. Dat zorgt er ook voor dat een deel van die civil rights movement begint te radicaliseren. Zij gaan strijden voor zogenaamde black power. De black power movement komt op en die is tegen samenwerking met blanken. De zwarte bevolking moet trots zijn op hun zwart zijn. Black is beautiful was een leus. En de zwarten moesten hun eigen bedrijven opzetten om zo weinig mogelijk afhankelijk van blanken te worden. Nou ja, twee organisaties die daar vooral mee aan de haal gaan, zijn de volgende twee, de Nation of Islam en de Black Panthers. De Nation of Islam, die stonden dus achter die Black Power Movement, maar die zeiden ook dat zij streefden naar de stichting van een aparte zwarte staat binnen de Verenigde Staten. Een staat van zwarten, geregeerd door zwarten zonder blanken. Bovendien hadden zij een afkeer van het christendom, want dat was vooral de godsdienst van de blanken, vonden zij. De bekendste leider daarvan was dus die Malcolm X. In eerste instantie was hij heel erg tegen Martin Luther King, want die Martin Luther King die paste zich te veel aan de blanken, vond hij. Maar later gaat Malcolm X denken dat die King toch wel gelijk heeft. En Malcolm X wordt langzamerhand minder radicaal. En dat zorgt ervoor dat radicalere leden van de Nation of Islam hem uiteindelijk in 1964 vermoorden. Nou, die Black Panthers beweging die was misschien nog wel radicaler dan die Nation of Islam. Want die beweging had ook een heel revolutionair karakter. Ze wilden het gehele kapitalistische systeem omverwerpen. En bovendien keurden die Black Panthers het gebruik van geweld tegen de politie goed. Wij vechten niet voor het recht op integratie, zeiden zij. Wij vechten tegen blanke overheersing. En alle hulp van blanken en alle samenwerking met blanken moest dan ook worden tegengegaan. Nou ja, je ziet het. Op papier, in de politiek was er dus een heleboel voor elkaar gekregen door die burgerrechtenbeweging. Zeker als we dat gaan kijken vanaf het begin van ons onderwerp tot 1965. Maar in de praktijk waren er dus wel degelijk nog steeds problemen.